ik had er gewoon zin in om zoiets te doen. Ik weet niet of dat zo'n enorm risico is. Ik wil zeggen, er zijn al films gemaakt waarin dat er gezongen wordt. En de film gaat over een Waalse en een Vlaamse harmonie. Dus het lijkt mij logisch dat er Vlaams en Frans in gesproken wordt eigenlijk. Volgens mij werd het wel. De eerste echte Belgische film die aan de twee kanten van de taalgrens zal werken? Ik weet het niet. Zijn er nog zo geen films geweest die langs de twee kanten hebben gewerkt? Zo goed ken ik de box-office geschiedenis van de Belgische film niet, maar het leek ons een leuk idee om met dat de situatie nu is, om een verhaal te vertellen dat zich afspeelt tegen die achtergrond. En kijk, als hem in Wallonië ook aanstaat, dat weet ik niet. Hebben we het zelf nooit echt in de hand, maar ik hoop het wel natuurlijk. Alles over de Belgische cinema op cinevox.be.